Goedemorgen. Ik kreeg van een paar mensen de opmerking dat ze de rekenvraag lastig vinden. Ik doe eerst de rekenvraag van week 12, van de eerste week dat we thuis waren. En daarna maak ik nog een filmpje, rekenvraag 13. En er wordt natuurlijk een nieuwe rekenvraag geplaatst. Dus we gaan aan de slag. Oké, we zien hier rekenvraag week 12. Dit is oké. Hier, deze lamp gaat verlicht. Gas E10, C2H2. Ja, dat ontstaat, dat E10. Als men water op een stukje karbiet liet druppelen. Goed. Bereken hoeveel gram water er reageert met 0,100 gram karbiet. Dit is karbiet. En we moeten weten hoeveel water er reageert. Wat me direct al opvalt is, hier moet natuurlijk een 1 staan. Dat de molverhouding is 1, staat tot 2. Dus we hebben twee keer zoveel mol, goed opletten, mol water nodig. Niet gram. Ja? Dus de molverhouding is 1, staat tot 2. Goed, dan moet ik dus eerst uitrekenen hoeveel mol CaC2 of karbiet heb ik. Nou, dat ga ik uitrekenen. Ik heb 0,100 kilo, dat is 100 gram. Ja, die 100 gram deel ik door de molaire massa van karbiet. Dan ga ik opzoeken wat calcium is. Calcium is 40,08, dus het is 100 gedeeld door 40,08 plus 2 keer 12,08. 1. Tenminste, even hier zo. Ja, 12,01. Dit kan ik invoeren, mijn rekenmachine. 12,01 keer 2 is plus 40,08 is. Goed, dat is dus 100 gram gedeeld door 64,1. En dat is 100 gedeeld door 64,1 is dus 100 gram karbiet is dus 1,56 mol. 2 keer 1,56 mol, want het was 1 op 2, is zie deze. Nee, nou doe ik het. Zo. 1,56 keer 2 is 3,12. Is 3,12 mol H2O. Wat is dan? Hè? Wat is dan? Want hoeveel gram water? Dan moet ik weer van mol naar gram. Dan moet ik, dat kan ik hier vast wel zien, hier zit water 18,015. 18,015 keer 3,12 mol is, rekenmachine, 3,12 keer 18,015. Dit soort dingen moet eigenlijk, vind ik toch eerlijk, nu niet meer een probleem zijn. 2, 1 gram. Nou, even kijken. Hoeveel significante cijfers? 3, dus hier ook 3. Dus zo, 56,2 gram. Goed, gaan we naar 2. Bereken hoeveel kubieke decimeter, liter is dat dus, E10 gas er dan maximaal kan ontstaan. Oké, dus er ontstaat net zoveel E10 gas als karbiet erin gaat in mol. Dus een molverhouding. Dus ik heb zoveel mol E10 als dat er karbiet in ging. Er ging 1,56 mol E10 in. 1,56 mol. Dat hoeft natuurlijk niet dik gedrukt te zijn. Zo, 1,56 mol E10 ontstaat keer molair volume. En dan moeten we dat even opzoeken. 298 en P is P0. Dus dan gaan we hier in onze PINAS helemaal naar tabel 7. Wat is dit? Dat is 4. Iets verder. Zo.
Zo. Zes. Zes. Zeven. 2,98, dat is 2,45 maal 10 tot de macht min 2 kubieke meter per mol. Dus Vm is 2,45 maal 10 tot de macht min 2 meter 3 per mol. Nou zit hier natuurlijk het addertje onder het gras, want dit moet je wel even weten. Want dit is kubieke meter per mol. Dus we kunnen twee dingen doen. We kunnen hier gewoon mee gaan werken. Ja, dus dan doe ik 1,56. C, 1,56 maal 2,45 is 0,245. Dit is 2. Nou weet ik, dit is 0, 0,38222 kubieke meter. Niet vergeten, dat is onze eenheid. Ja? Dan moeten we dat weer omrekenen naar liter. Oh. Omrekenen naar liter of DM3. Is dus keer 1000. Dus dat is 38,2 liter gas. Nou, dat is de ene manier. De andere manier is dat je dit moleculair volume kan je ook nu al omzetten natuurlijk in liter. Dit is hetzelfde als 24,5 liter per mol. Ja? Ga dit maar omrekenen. Goed. Klaar. Even checken. Even checken. Ik vind het altijd fijn om aan het eind te checken. Is mijn antwoord logisch? Klopt dit allemaal? Ja? Mijn eerste vraag was hoeveel gram water? Ik heb zoveel gram water, oké. Dat heb ik dus netjes in de goede eenheid geantwoord. Dan heb ik de tweede, hoeveel decimeter 3-ethien gas? Ja, ik heb het in liter en een liter is een decimeter 3, dus dit mag. Ik heb 1,56 mol. Ik weet het molair volume is 24,5 liter. Ja, dus dan kan het heel goed zijn dat iets meer dan anderhalf keer 24,5 is 38 en een beetje. Prima. Oké, dit lijkt me logisch. Dus ik ben hiermee klaar. Ja? Check aan het eind even je antwoord. Ja? Heb je antwoord gegeven in de eenheid die gevraagd wordt? Het is jammer als je heel veel werk in zo'n rekenvraag steekt en dat je niet komt, ja, bij het goede antwoord en daar punten mee verliest, terwijl je het wel kan. Dat zou jammer zijn. Ik vind dat dit soort vragen, dit moet lukken. Ja, ik zal vandaag of morgen een tweede filmpje maken om rekenvraag week 13 uit te leggen. Ja, heb je problemen? Laat het me het weten. Ja, als je het niet helemaal begrijpt, dan schrijf een comment of stuur een mailtje. Succes!